Landgenoten, lobby brada nanga sisa. Ja, haast niet te geloven, maar we bevinden ons in de laatste maand van 2022. December, de maand die zich kenmerkt als feestmaand, maar ook een spirituele maand. Een maand waarbij de COVID-19-pandemie de afgelopen jaren het kerstfeest, zoals we die gewend waren te vieren als Surinamers, heeft verstoord. Maar aan spiritualiteit had het niet ontbroken. Het bracht ons dichter bij onze schepper. Maar door onze vaccinatietraject, onze goede voorlichting en ook de zorgen van ons medisch personeel en natuurlijk onze eigen Mohana-regels zijn dit jaar de omstandigheden verbeterd en gelukkig ook. En we kunnen weer kerst vieren zoals we dat graag willen. Ik haast mij erbij te vermelden dat COVID-19 niet volledig verdwenen is, maar nog rondsluimert. Het is daarom raadzaam om zoveel als mogelijk de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Lobiwang, we door naar kerst. En kerst is een wereldfeest door geboorte van Jezus Christus. En dat wordt gevierd over de hele wereld. Het is the most wonderful time of the year. Mensen nemen ongeacht geloof, ras en of politieke overtuiging deel aan kerstfeest. Ook in Suriname wordt kerst groots gevierd en wij genieten van de kerstverlichting, van het heerlijke kerstbrood en van prettige tijden met familie en vrienden. Bedrijven geven een kerstbonus of een pakket. En op veel plaatsen zijn er kerstdinners. De kerstliederen verhogen de sfeer en roepen positieve gevoelens op. De kerstverlichting wijst ons erop dat dit een feest van licht is. Het licht dat meer dan 2000 jaar geleden in een duistere wereld scheen. Een feest van licht en hoop. De geboorte van Jezus geeft hoop. Hoop om te leven. Hoop voor ons allemaal. En het is daarom belangrijk dat we blijven bidden. Vraag de hulp van de Almachtige in. Niet alleen in moeilijke tijden, maar elke dag weer. Elke dag dat wij mogen leven en het goede mogen meemaken. Hij, de Almachtige, geeft ons het leven. En zo bidden we elke maandag op het kabinet. En er komen verschillende voorgangers om samen te bidden voor land en volk. De Almachtige wordt gevraagd voor gezondheid, wijsheid en kracht voor de gehele Surinaamse gemeenschap. En de successen zijn niet uitgebleven. We hebben vooruitgang geboekt met ons beleid om van Suriname een beter land te maken. Maar natuurlijk zijn we er nog niet. En we zullen ons blijven inzetten en keihard blijven werken. En we zullen blijven bidden, opdat het beter mag gaan met ons land en onze landgenoten. Als regering van Suriname hebben we de afgelopen periode geprobeerd om te streven naar de onderlinge vrede. Vanuit de liefde voor alle Surinamers hebben we ook geprobeerd om u ook te helpen om de dagelijkse uitdaging te overkomen. En ja, lobby brother Assisa, we weten dat de afgelopen periode niet makkelijk is geweest voor velen. Maar we hopen ook dat u toch de lichtpunten hebt gezien. Wij zullen ook het komend jaar u blijven ondersteunen, zo goed als mogelijk. We zijn door Gods hand geleid in onze dagelijkse werkzaamheden. En bij alle besluiten die we genomen hebben, hebben wij
God om ondersteuning gevraagd en het Surinaams volk vooropgesteld. Lobiwang, deze tijd van het jaar staat ook bekend als de tijd van vrede en liefde. Laten we, zoals Jezus dat wil, elkaar behandelen als gelijken, als broeders en zusters. We zijn allen op dezelfde wijze op aarde gekomen en zullen die ook op dezelfde wijze verlaten. Ik spreek de wens uit dat we vol vrede, liefde en saamhorigheid kerst met elkaar vieren en dat we elkander lief hebben. Laten we in deze dagen, maar ook hierna, met elkaar samenleven en wonen in liefde en vrede. Elkaar respecteren en liefhebben zoals de Schepper van ons vraagt. Loi bradangasisa, nolas bribi, het komt goed met u en ons lobby sernang. En we gaan door met ons beleid met gado lek ufesimang. Gezegende kerstdagen toegewenst. Geniet u met volle teugen van deze periode. God bless you all.